Haspengouw telt meer dan 100 burchten en kastelen. Ze dateren van de vroege middeleeuwen tot de 19e eeuw. Dat er zoveel kastelen zijn, heeft twee redenen. Enerzijds is er de rol van Borgloon als hoofdplaats van het vroegere graafschap Loon. En anderzijds heeft Haspengouw een aangenaam microklimaat. En was het dus een ideale locatie voor een buitenverblijf van de stedelijke adel. Het kasteel van Heers kent een geschiedenis van 1000 jaar. Al in 1034 stond hier een versterkte motte. Het duurde nog tot 1362 voordat de familie de Rivière er een kasteel bouwde. Vanaf toen kende het kasteel een spannend verhaal van bloei en verval. Dit park, zoals het hier nu bij ligt, was 3 jaar terug een soort van oerwoud. Allemaal bomen, struiken, het kasteel was dichtgegroeid, een soort van doornroosje eigenlijk. En dat hebben we met de vrijwilligers de voorbije 2 jaar eigenlijk helemaal vrijgemaakt. En nu kunnen de mensen vrij wandelen, een park van een paar hectare bezoeken. Ja, het kasteel is eigenlijk een typisch voorbeeld van een kasteel wat begint als verdedigingstoren en dan langzaamaan evolueert naar een verblijfsplek waar het goed is om te zijn. Nou, in plaats van een slotgracht is het in de 19e eeuw allemaal park geworden. Toen had het slotgracht natuurlijk helemaal geen zin meer, maar in de loop der tijden is het wel een aantal keren verwoest geweest. Omdat hier gevochten is door de Bourgondiërs, door de Franse koning Lodewijk XIV. En dat maakte het kasteel eigenlijk heel dikwijls verwoest en weer opgebouwd werd. De binnenkant van het kasteel is natuurlijk niet meer wat hij geweest is. Je moet dat eigenlijk zien als een prachtig 18e-eeuws landhuis. En dat stond vol met de klassieke kasteelmeubelen. Er was een grand salle à manger, een petite salle à manger, dus een kleine en een grote eetkamer. En er was vooral een hele grote balzaal op de eerste verdieping. Die gaf uit op het noorden, op het park. En ja, daar stonden letterlijk ook prachtige bronzen beelden, door een Luikse kunstenaar gemaakt. Hingen mooie schilderijen en wandtapijten. Al wat je maar wil, want het is allemaal verdwenen.